allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie weer eens een review van een haartang. Een tijdje geleden heb ik ook een review gemaakt van een stijlende haarborstel. En dat is een van mijn meest bekeken video's. En vandaag heb ik een review van een nieuwe Carmen krultang. En dat is deze. En dit is een hele dunne krultang, zoals je wel kunt zien. Hij heeft echt een super dun staafje. En hiermee kun je dus... ja, een soort van pijpenkrulletjes maken. Zoiets heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dus ik ben wel echt super benieuwd. Hij heet de Chopstick Curler. En hij is vanaf 6 september te koop. De prijs weet ik niet precies. Maar die zal ik even hier in beeld zetten. Zodat je dat ook weet. Ja, deze ga ik vandaag in deze video voor jullie testen. Dus als je benieuwd bent, blijf zeker kijken. En laten we beginnen. Nou, er zat ook een brief bij. Dus die ga ik eerst even lezen. Deze krultang is zeg maar gebaseerd op het maken van... krullen met rietjes in je haren. Wat je dan 's nachts in moet laten zitten. Dat heb je vast wel voorbij zien komen op YouTube. Er zijn heel veel tutorials van. Maar dat kan je nu dus ook met een krultang doen. En dat is dus een beetje het idee van deze krultang. En zoals ik al zei is het dus vanaf 6 september te koop. Ik ga maar gewoon even lekker wat proberen met mijn haar. En dan zien jullie vanzelf wel wat het eindresultaat is met de Chopstick Curler van Carmen. Dit is hem. Ik ben echt heel erg benieuwd. Dit is dus de krultang. Zoals ik al zei, heeft hij echt zo'n heel dun staafje. En hiermee kun je dus van die rietjes krullen maken. En het snoer zelf is ook echt super lang. En die ga ik nu even erin doen, anders kunnen we niet ons haren krullen. Oké, hij zit erin en nu ga ik hem aanzetten. Hij heeft één stand. Zeg maar dit aan of uit. Het lichtje is nu blauw en ik weet niet wanneer die precies heet wordt. Hij wordt nu al super heet. Maar wanneer die op zijn heetst is, dat weet ik niet. Nu de krultang aan het opwarmen is, ga ik even mijn haar in twee delen verdelen, zeg maar. Zodat ik het makkelijker kan krullen. Ik heb niet iets van een heat protector, wat wel aan te raden is. Omdat het een vrij dunne krultang is, die best wel heet wordt. En... ja, je gebruikt toch kleine plukjes haar. Dus het is wel aan te raden om een heat protector te gebruiken. Maar die heb ik even niet in huis. Dus die kan ik ook niet gebruiken. Oké, het lichtje is nog steeds blauw. Hij voelt super heet aan. Dus ik denk dat ik gewoon maar een plukje ga pakken. Ik denk wel dat het echt super lang gaat duren. Laten we beginnen. Moet ik zoiets pakken? Ik denk het wel. Iets dunner. Oké. Okay. Oh, hij is wel echt heel heet hoor. Hij heeft hier ook zo'n punt dat het niet heet wordt. Dus daar kan je hem vasthouden. Misschien moet ik hem iets meer omhoog draaien. Nou, boeien. Ik weet niet hoe lang ik het erin moet houden, maar... oh mijn god. Wat schattig. Ik denk dat ik iets kleinere plukjes moet gebruiken, want dit is best wel een dikke pijpenkrul, zeg maar. Dus ik ga het met iets dunnere plukjes doen. Wat schattig. Ik weet echt niet of mij dit zou staan, maar ja. Ik ga het pas aan het einde ga ik het uitborstelen en zo. Want nu is het nog heet en dan valt het in de krul zelf en dan blijft hij ook mooier. Auw, dit zwarte ding is wel heet hoor. Oh. Oké, ik hou me daar wel niet meer aan vast. Zo cool. Maar dit gaat nog zo lang duren. Ik brandde mijn hand om.
Okay, guys. Dit zijn de krulletjes op de ene kant van mijn haar. Ik heb ze nog niet uitgeborsteld, want dat wil ik doen als deze kant dus nog is gedaan. Ik heb er ongeveer na het filmen van het stukje achter de spiegel, heb ik er ongeveer nog 7 minuten over gedaan. Het duurde best wel lang, maar ik vind het wel waard, want het ziet er echt super leuk uit. De onderkant vind ik alleen wat minder, want er zitten zeg maar van die plukjes die dan niet gekruld zijn. Omdat dat eindstukje, zeg maar, dat is nog best wel heet. Dus dat kan je niet vasthouden en dat kan dus ook nog niet gekruld worden. Maar in ieder geval, ik ga de andere kant doen. Duizend jaar later. Mijn linkerkant lukt echt veel minder goed dan mijn rechterkant. Ik ga even haarlak in doen. En daarna ga ik het met mijn handen denk ik een beetje uitborstelen. Mijn eerste impression. Ik vind het echt super leuk. Ik heb nu een beetje van die Zilla krullen. Wat ik echt altijd heel erg leuk vind bij Zilla. Zij heeft gewoon natuurlijk haar krullen, zeg maar. Ik weet niet of het me staat. Ja, zo ziet het er niet uit. Ik ga het even uitborstelen. Maar ik vind het wel echt super vet. Het duurde best wel lang, moet ik toegeven. Maar het resultaat mag er zeker zijn. Het voelt zo lekker bouncy. Mijn haar is gelijk een stuk korter. Maar ja, let me know of je vindt dat het staat of niet. Oh, dit is wel echt super mooi. Oh. Ik ga nu dit gebruiken. Make it shine spray. En ik zie nu dat er heat protector in zit. Dus dat had ik ook wel eerder kunnen gebruiken. Maar ja, boeien. Oké, ik denk dat dit het is. Dit is het eindresultaat. Hoe het op het plaatje stond, vond ik het ook super cool. Zij heeft denk ik iets kleinere plukjes gebruikt dan ik. Maar als ik dat ga doen, dan ben ik zo lang bezig. En ik heb het al zo heet. Maar ik vind dit zo leuk! Ik wou dat ik zulk haar had. Ik zou ook nog even de achterkant laten zien. Oké. Dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om te zien. En laat me alsjeblieft weten of je vindt dat het staat of niet. En of je het zelf wil proberen en of je het zelf wil kopen. Deze krultang is dus te koop vanaf 6 september. En het is dus de... hoe heet het ding? Chopstick curler. En ik vind hem echt heel erg leuk. Je bent er best wel een tijdje mee bezig. Maar het geeft wel echt heel erg leuk resultaat. Het is leuk voor bijvoorbeeld een keer een feestje. Of weet ik veel wat. Ook gewoon voor nu bijvoorbeeld om te dragen. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus ja, heel erg bedankt Carmen voor het opsturen van deze krultang. Ik vind het heel erg leuk en mijn stoel kraakt super hard, maar oké. Jij ook bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zou het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet en je abonneert op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!